steden is meer natuur te vinden dan je verwacht. In de voegen van stenen, de kades langs het water of zelfs in kleine achtertuintjes vind je verrassend veel bijzondere planten en dieren. Maar lukt het ook om deze natuur te behouden? In Natuur in de Stad leren we de steden en mensen kennen die zich inzetten voor het behoud van deze bijzondere natuur. Als je hier komt op een warmere dag, dan is het gewoon zoom, zeg maar. Gewoon echt vrolijke stadsnatuur. Nou, en hier heb ik 1 meter 1 gevangen. Dus je moet straatje in, straatje uit. Steegje in, steegje uit. En als je dat dus maar doet, kan het heel leuk worden. Buiten de stad Utrecht liggen uitgestrekte natuurgebieden. Allemaal langs de Kromme Rijn, een van de rivieren waar Utrecht aan ontstaan is. Erik Graafstal is archeoloog. Voor hem is het landschap getuige van de geschiedenis van Utrecht. Nou, wat ik hier wel grappig aan vind, is dat dit de suggestie geeft van een natuurlijke oevervegetatie. Want dat moet je je bedenken. Ooit was dit een natuurlijke rivier, niet bedijkt of wat dan ook. En die was omzoomd door zogenaamde ooibossen met iep, es, eik. Vanaf de bronstijd, 1500 voor Christus, hebben zich op de oeverwallen langs deze rivier kleine boerengemeenschappen genesteld. En vanaf die tijd kun je zeggen, is dit gebied gewoon continu bewoond geweest. Ik moet bekennen, ik heb over de oever hier wel af en toe gewandeld. Maar vanaf het water zie ik het nu voor het eerst en het is fantastisch. Fantastisch mooi. En het is de Kromme Rijn, hè. Dat is toch een mythische rivier voor ons, archeologen. Het is de historische slagader van Utrecht. Utrecht is ontstaan aan deze rivier. En zoveel van wat wij onderzoeken verderop in de stad, dat heeft hiermee te maken, met die rivier. Vroeger kwamen de Romeinen de stad in en nu de vissen. We vissen hier op de laatste paar honderd meter van de Kromme Rijn. Dus we hebben nu tientallen kilometers Kromme Rijn achter ons gelaten. En we varen zometeen echt Utrecht de stad binnen. Dus via het ledig erf gaan we naar de Oude Gracht. En het mooie is dat je hier zeg maar, in deze min of meer natuurlijke omgeving heel veel vis hebt. Veel snoek, snoekbaars, hoofdblij. En dat je die ook gewoon in de stad ziet. Nou, gewoon dit water waar we nu doorheen varen, de Oude Gracht. Ontzettend bekend water in Nederland natuurlijk. Daar zitten zo ontzettend veel vissoorten. Je hebt hier voren, brasem, baars natuurlijk, zoals in elk water. Maar er zwemmen ook hele grote snoeken rond. Er zwemt hier karper, roofblij. Nou, een relatief nieuwe vis die we 10 jaar geleden nog niet hadden in Nederland. Barbeel zwemt hier rond. De zeelt, schele pos, alles. Door het water komt natuur makkelijk de stad in. Maar dieren die over land komen, moeten de ringweg oversteken. Meestal met fatale gevolgen. Daarom zijn er faunapassages aangelegd. En het is steeds weer een verrassing wat daar doorheen loopt. Nou, dat is een spannend moment. Wat is er doorheen gegaan? Nou, dat is aardig wat. Leuk. Je ziet hier allemaal afdrukken van kikkerlijven. Dus die kikkers die zullen wel nu op weg zijn naar de sloot om eieren af te zetten. Nou, dit is een druk belopen inktplaat. Dit groepje, dat is van een hermelijntje. Hermelijnen die springen in sprongen, een soort zogenaamde sprongengalop. Waarbij alle vier de poten op één plek verschijnen. Als een soort clustertje. De
egels lopen sowieso in de stad. Die worden door deze passages echt de stad ingeleid. Met name de parken waar al die faunapassages op aansluiten. En ook soorten dus als hermelijn en wezel. Soorten die je verwacht echt in de buitennatuur. Die kunnen dus in die stad doordringen. En die verblijven daar ook echt. Natuur is belangrijk voor de bewoners van Utrecht. Ze zetten zich met man en macht in voor het behoud ervan. Een van die mensen is natuurkenner Wim Vuik, die elk moment van de dag besteedt aan het opsporen van bijzondere planten. Hij is een echte stadsplantenkenner. En wat hebben we hier? Kijk. Dat is ook wel aardig. Kijk, in zo'n grote lavendel. Stenen steegjes zijn, wat mij betreft, de nieuwe natuurgebieden van de stad. En hier zijn we in een steeg, heel erg begroeid. En langs die randen van die muren, daar kunnen dus allerlei dieren kunnen daar dus ook zichzelf verplaatsen. En ook in dit soort stegen komen hartstikke leuke plantjes voor. Kijk, dit is een lekker rommelzoortje. Er zijn allerlei leuke plantjes tussen. Bermooievasbek. En daar staat groot kaarsjeskruid. Kijk, mensen zien dit niet als natuur, maar dat is het dus wel degelijk. Ja, echte stadsnatuur is dit. Hoe meer troep, hoe beter. Daar kunnen plantjes heel goed op reageren. Tweekleurig springzaad. Een plant uit de Himalaya. Komt pas sinds 1996 in Nederland verwilderd voor. En dan ga je naar de bloemen kijken. Echt fantastisch mooie kleuren. Het heeft alle kansen om te groeien. Hier staan ook allerlei typische... En wat wilt u weten? Wat dat voor een ding? Dit is kransgras. Het is een soort die pas sinds 2001 in Nederland voorkomt. Alleen maar in de steden. En dit is de enige plek in de gemeente Utrecht waar die voorkomt. En geen idee, het komt gewoon uit door dat de vogels? Komt, of? Ik heb wel zo'n vermoeden waar dit van komt. Ik denk namelijk dat het van deze komt. De banden? Ja, dat iemand op vakantie is geweest, een beetje in het zuiden, hoeft nog niet eens Middellandse Zeegebied, maar midden Frankrijk en zo. Nou, dan gaan we wat zaadjes hiervan mee. Ah. En zo kan dat hier komen. Vlak bij de snelweg en midden tussen de kantoorgebouwen ligt Park Bloeiendaal. Het is door de bewoners gered van bebouwing en omgetoverd tot een van de mooiste plekjes van Utrecht. Elke dag wordt er door vrijwilligers gewerkt aan Park Bloeiendaal. Tot grote trots van Theo de Ronde. Dit is Park Bloeiendaal. Zoals wij het graag noemen, Natuurpark Bloeiendaal. En het is gered door de bewoners, durf ik wel te zeggen. En op dit moment wordt het samen met de gemeente onderhouden door de stichting met zijn vrijwilligers. Op bepaalde dagen worden werkzaamheden georganiseerd en dan... Wat er te doen is, dat doe ik. Hooien, hout verwijderen en nu een hardnekkig onkruid waar we veel last van hebben en waar mensen zich ook aan kunnen bezeren. Dat proberen we kort te houden, dat het niet te groot wordt. En ja, en op deze manier door het met vrijwilligers te doen, kun je, want het is vrij arbeidsintensief, kun je toch een mooi gevarieerd park creëren. Dit beeld vind ik zelf heel fraai, die mooie rietkraag. Waar de kleine karakiet ook af en toe in zit. Die hebben sinds een paar jaar ook in het park. Je ziet daar nog het geel van de dotterbloem. En de kievitsbloem komt daar veel in voor. Groene plekken zijn van belang voor de dieren in de stad. Het is heel vogelrijk. En wat heel belangrijk is, omdat in Utrecht hier en daar... de stukjes groen toch wat kleiner worden ook.
dat van hieruit eigenlijk ook vogels de stad binnenkomen. Zodat het niet zo'n doods karakter krijgt, zo'n stad. Dus het is een soort refugium, een soort groene vinger, hè, die van waaruit dingen, dieren de stad in kunnen gaan. Omdat in het beheer vroeger ook al schapen waren gebruikt, hebben we gekeken of dat hier mogelijk was. En dankzij de inzet van een paar bewoners die cursussen en alles gevolgd hebben, kon dat ook. Tussen de heipalen van nieuwbouwwijk de Leidse Rijn ligt de appelboomgaard van Henk en Frans Goes. Hier heeft de stad de natuur ingesloten. We willen graag hier blijven wonen. En ook ons beroep uit blijven oefenen. Maar het bedrijf is toch wat te klein om daar de kosten in te verdienen. Toen zijn we dus een plattelandswinkel begonnen. En dat loopt heel goed. Mensen vinden het, die in de nieuwbouwwijk komen wonen, die vinden dat op zich ook wel heel leuk. Kinderen uit de nieuwbouwwijk weten weinig van de natuur. En daarom geven de broers natuurles. Ik geef een klap op de takken en houd het bakje eronder. Zodat de eventuele insecten die op de boom zitten, op het witte papier vallen. En als je dat dan zo aan de kinderen laat zien, dat is best leuk. Als je al ziet, hier loopt een ander spinnetje. Hier loopt een spinnetje. Ik zit in Utrecht nog steeds op de 99 centimeter. En dat is toch 1 centimeter onder de magische grens van de meter. Dus het was een snoek van 99 centimeter aan het eind van de Oude Gracht. En dat was een hele mooie, dikke dame. Echt zo'n vis. Dat zijn mooie dingen. Je ziet daar een eend, een moedereend met 3 jonkies. 2 weken geleden denk ik dat het dan nog een stuk of 15, 20 waren. En de reden dat het dan nou nog zo weinig zijn, dat heeft wel degelijk met de snoekenstand te maken hier. Het is gruwelijk, de natuur in de stad. Maar snoeken eet ook kuikens. Waar vrijwilligers zijn, is Wim Horst. Hij heeft de leiding over de grote Utrechtse stadsparken, zoals het Soggerpark en Griftpark. Hij heeft zijn handen vol aan het ondersteunen van de vele enthousiaste vrijwilligers. Hier zitten dus plantjes in, die zijn door de vrijwilligers van het Griftpark gekweekt. Vooral voor muren, voor stapelmuren. Bijvoorbeeld daarachter is de Groenkapel met allerlei bouwsels van steenwerk. En er worden dus plantjes tussen geplant, zal ik maar zeggen, die van muren en van zon houden. En wij zijn kwekers ook voor andere plekken in de stad. En een paar van deze muurplanten die hier staan, die ga ik dus zo naar de vrijwilligersgroep brengen. In het Griftpark is een stadsmuur gered van de saaiheid. Het zou eerst een hele kale betonnen wand worden. En dat vonden een aantal vrijwilligers, ook architects en bewoners, omwonenden, geen goed idee, zo kaal. Dus ze vonden het juist een goede plek om hier mooie stadsnatuur te laten zien. Dus daarom is een overleg ook met een ecoloog van de gemeente, is deze muur hier gekomen. En dan komen hier met name heel veel hele bijzondere wilde bijen en wilde hommels op af. En dus hier komen niet een limonadewesp op af. Dan zeggen de mensen wel eens van, goh, krijgen die dan de limonadewesp? Die vinden ze zo vervelend en zo lastig. Maar het is dus niet zo. Het is echt het aantrekken van de gewenste wilde bijen en hommels en gewenste vlindersoorten. En dat lukt dus heel goed. Als je hier komt op een warmere dag, dan is het gewoon zoom, 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 zeg maar. Gewoon echt vrolijke stadsnatuur. Zijn al meer dan 100 jaar typerend voor de Utrechtse grachten. Daarom worden de kades op een speciale manier onderhouden. Nou, hier zitten we nieuwe. Hier zitten we nieuwe varentjes. Kijk, kijk, er zit er nog één. Hartstikke mooi. Dit is allemaal nieuw gerestaureerd en ze zitten er alweer. Ze proberen om die richeltjes, die voegen tussen die stenen, om daar toch iets van een heel klein gaatje in te houden. En als ze dat dus doen, dan zou
net als wat je dus aan de overkant ziet, als je dus zo'n kale muur hebt, dat je daar dan wat humus in krijgt, hè, dat je daar wat grond in krijgt. Nou, en als dat dus dan gebeurt, dan kan het dus weer opnieuw beginnen. Dan kan dus dat hele proces van een kale muur naar een hele rijk begroeide muur met varentjes, kan er weer opnieuw beginnen. Utrecht is een aantal jaren geleden begonnen met deze speciale technieken. We staan hier bij de Kromme Nieuwe Gracht. En dit is ook een bijzondere plek, want dit is een van de plaatsen waar ze begin jaren 80 ook restauratiewerkzaamheden hebben gedaan. En wat hebben ze hier gedaan? Kijk, hier zitten allemaal steenbreekvarentjes. En in tegenstelling tot op andere plekken hebben ze hier hele stukken eruit gezaagd. En eromheen hebben ze dan gerestaureerd. En dan die stukken die ze uitgezaagd hebben, gewoon er weer ingezet. En dat blijkt te werken. Want dit is ook dus 25 jaar oud en ze zitten er nog steeds. Hartstikke mooie steenbreekvarentjes. Straks hebben we dat gezien van hoe dat zit op een kadermuur. Maar kijk je nou hier eens omhoog, dan zie je op zo'n balkonnetje, daar zie je ook een aantal muurvarentjes. En dat is dan weer bijzonder. Want dan zou je dus denken zo van, ja, ze zitten alleen maar op die kadermuren, allemaal die bijzondere plantjes. Maar dat is dus helemaal niet zo. Ik vind het hartstikke geinig om een aantal plekken gewoon te vinden waarvan je dan denkt zo van, huh? Wat is dat nou? Daar zitten dus blijkbaar ook plantjes. Nou, en het is de kunst om die te vinden. Hoewel nooit genoeg, zijn er vele groene plekken in de binnenstad waar dieren kunnen leven. Maar steeds ligt daar de ringweg. Naast faunapassages wordt daarom alles gedaan om dieren de stad in te laten. Zo zijn er bijvoorbeeld de stobbenwallen. Dat is de A27 die naar noord en zuid raast. En zo'n schutting houdt ook wel enigszins geluid tegen. Maar het gaat voor die dieren vooral om de beschutting qua licht. Het is een lekkere, donkere, stille hoekjes waar geen mens komt. Kunnen zij in alle rust heen en weer wandelen. Nou, ik kan hieraan zien dat dit heeft één nacht gelegen. Dat er vannacht activiteit is geweest van de lokale muizen. Want dit gedrag is niet zo van, ik ben een muis, ik ga van de ene naar de andere kant. Maar ik scharrel gewoon wat rond mijn woonplek. En die rat die is echt doelbewust van de ene naar de andere kant gelopen afgelopen nacht. Dus, maar je ziet dat het een hele mooie, scherpe prentjes geeft. Want dit zand is zilverzand. Dus het is heel fijn korrelig van structuur. En die stobben, het ziet er allemaal een beetje doods uit. Maar het geeft wel heel veel structuur. En allemaal hoekjes, kiertjes, gaatjes waar die beesten heel graag in toeven. Zowel om erin te wonen, die bosmuizen bijvoorbeeld. Als om te passeren. Het geeft erg veel dekking. Bosmuizen goed en wel, maar het gaat natuurlijk om het echte werk. Daar is hij dan. Ja, ja. We hebben er even moeten wachten, maar daar is hij dan. Mooie snoek. Kijk, daar help je ze altijd even op kracht te komen. Daar gaat hij. Zo, een echte Utrechtse snoek. De gele kamille. Het is alleen de gemeente dit gebied zal onderhouden, dit stuk nieuwe singel. Ja, dan zal het een stuk minder bloemrijk zijn. Dan zal het gewoon twee keer per jaar maaien en afvoeren. Dat is heus best wel aardig.
Maar het leuke is natuurlijk dat juist door de inzet van de vrijwilligers en bewoners dat het allemaal net even wat schoner is qua zwerfvuil en net even wat bloemrijker. Iedere maand zorgen we ervoor dat alle rotzooi hier langs het talud wordt weggehaald. Al papier, alle levensmiddelen, alle blikjes. Plantjes planten, snoeien, dat het is voorjaar, dan moeten alle zaken moeten gesnoeid worden in het water. Ja. Eén keer per jaar snoeien. Dan knapt het ook wel gelijk een heel stuk op hoor, als je dat hebt gedaan. Ja. Vorige week zagen we voor het eerst dat een hele laag kikkend wild hier in het water lag. Dus er komt spontaan komt er ook van alles hier naartoe, naar dit gebied. Dus dat is het mooie, dat je zo midden in de stad toch nog dit soort dingen kunt krijgen. Wim Fuik liet ooit zijn sleutels vallen vlakbij een Utrechtse straatput. En toen is de koorts begonnen. Ja, ze zitten erin. Hier zitten varentjes in. Dus in deze straatput zitten varentjes. Ik zal eens kijken of ik hem open krijg. Ja. Tongvaren. Mannetjesvaren. Zachte naaldvaren. Puur per toeval ben ik erachter gekomen dat in straatputten leuke plantjes zitten. En dan met name de varensoorten. En ja, ik ben van nature ben ik een nieuwsgierig iemand. Dus in 1999 ben ik dus begonnen dus om alle straatputten van Utrecht te gaan bekijken. Of er dus varentjes in zitten in dit soort straatputten. En 60.000 van die straatputten heb ik ingezien. En het bleek dus dat er door heel Utrecht, dus van in lage weiden, in industrieterreinen tot in nieuwbouwwijken, zijn diverse straatputten zijn allemaal begroeid met hele interessante varensoorten. Ik heb er 2,5 jaar over gedaan. Ik ben mevrouw die zei van je bent knettergek. Hier zit een driehoeksvaar in. Ja joh. Krijg nou wat. Nou, zover ik weet is dit de eerste straatput in Utrecht waar deze gebogen driehoeksvaren in zit. Zo, dat vind ik wel leuk. Kijk, weer een. Kijk dan. Oh, dit is weer een andere. Ook weer even kijken. Oh, handig zo'n koelvoet. Kijk, dit is een mannetjesvaren. Zo, dat is een grote.